Ik ben bij mijn oude vertrouwde mediaplaats aan de Jaarbeurs in Utrecht. En daar is vandaag de Internet of Things Conference. Ik ga eens even kijken naar wat leuke innovaties die ik daar gezien heb. En natuurlijk, als jij een evenement hebt, dan wil je ook gewoon een eigen media hebben. En wat zien we hier? New Business Radio is hier op locatie om gewoon voortdurend uit te zenden over de nieuwste Internet of Things trends. We beginnen eurst even met het leukste met Jurriën Jenkeek van de Internet of Things Academy. Lekker spelen met allemaal kleine blokjes van de Little Bits om zelf je oplossing in elkaar te steken. Of het nou een lage school is, middelbare school of allerlei CIO's. Little Bits. Ik heb bakken met dit spul gekocht. Allemaal kleine magneetbare devices. En Jurriën is nu bezig om ze aan elkaar te knopen. Een schuifregelaartje, een ledje, batterijtje, voedingje, connectie met internet. Alles kunnen gewoon kinderen en CIO's aan elkaar knopen. Het wordt heel veel gebruikt voor prototyping. En wat kun je hier nou als leuk voorbeeld zien? Nou, hoe mooi kan het zijn? Een batterijtje. Die gaat naar een power toe. Die gaat daarna naar een schuifregelaar. Vervolgens klikt die door naar een wifi module. Die dus gewoon via wifi contact maakt. En dan heb je ook nog gewoon een lasertje. Nou, wat kun je nou? Deze hele simpele instelling. Aan de andere kant heb je gewoon een browsertje. En als ik nu aan die schuifregelaar. Als hij nu op die schuifregelaar aan het. Beweeg maar. Zie je aan de andere kant. Zie je gewoon. Of aan de andere kant van de wereld. Zie je gewoon die schuifregelaar bewegen. Nou, dat kan natuurlijk ook een bel zijn. Dingen aan en uit. Dat kan de watervochtigheid zijn. En je kunt hier ook terug. Als je hier op het scherm iets doet. Hier kun je zeg maar ook naar een schuifregelaar gaan. En als je hierop beweegt. Dan zie ik daar het getal. Dan zie ik daar het getal veranderen. Als je dit gewoon doet. Nou, dit is de meest simpele vorm van connectiviteit van die Internet of Things. En dat kun je overal voor gebruiken. Jurriën Lenkbeek, je bent van de Internet of Things Academy. Wat doen jullie hier met die Little Bits? Ja, we gebruiken de Little Bits om de deelnemers aan onze sessies te laten ervaren wat Internet of Things is. Ja. Dus wat is die Internet of Things Academy eigenlijk? De Academy is een stichting opgericht door KPN en RDM Makerspace. Allerlei partijen zijn er partner in. IBM, alle andere, Accenture, noem maar op. Allerlei partijen die met IoT bezig zijn. En we willen met de IoT Academy willen we de IoT-markt stimuleren. En dat doen we enerzijds door de vraag te stimuleren. En dat doen we met sessies zoals deze, met die Little Bits, waarbij we mensen echt laten ervaren wat IoT is. Ja. En aan de andere kant willen we het aanbod van IoT-oplossingen stimuleren. En dat doen we. Het is hartstikke leuk om je bij te grijnen, om je aan te melden. Je kunt voor een paar tientjes kun je die dingen kopen, de zendertjes en ontvangertjes van LoRa. www.iotacademy.nl. Dank je. Moet je doen. Iemand die al heel lang mee zit met die Internet of Things is Bouwe Siebinga van iReal. En jij hebt echt, hoeveel devices heb jij onder management op het ogenblik? 150.000 in totaal. Ja. En je zit echt in al die business, zeg. Vorige week was ik bij de waterschappen, daar ben je actief. Energiemaatschappijen, wat nog meer? Ja, klopt. Heel veel gemeenten, heel veel waterschappen en energiemaatschappijen, dat zijn onze klanten. En we werken met een aantal partnerbedrijven. En dus, de waterschappen zijn populair en de energiebedrijven zijn populair. Zijn er nog andere die er nu aankomen? Je bent ook bezig met smart metering, geloof ik? Ja, smart metering. De grote uitdaging ligt er in de meteringmarkt. Omdat er heel veel verschillende soorten manieren zijn om de meters uit te lezen. Grootverbruik, kleinverbruik, submeters. En bij iReal zien wij een mogelijkheid om al die verschillende soorten datastromen bij elkaar te brengen. Zodat gebruikers van energie de conclusies aan kunnen trekken of ze uiteindelijk te veel of te weinig betalen. En die monitoring, dat wordt nu een beetje massaal. Je bent al heel lang bezig. Hoe lang zit je al in deze business? We zitten met iReal, bestaan we 13 jaar. Ja, dus een beetje die SMS, en dit was eigenlijk een beetje machine to machine. En dan hebben we nu een nieuwe term. Ja. Vind je dat nou echt in werkelijkheid ook iets veranderd? Nou, kijk, wat is het verschil tussen M2M en Internet of Things? M2M is eigenlijk een fax. Je hebt een zender en een ontvanger. Internet of Things is misschien een klein beetje meer Twitter. Dus dat er een apparaat zegt van, boom, ik heb iets te melden. En dat real-time, IP-based. Maar ook inderdaad veel goed, dat de sensoren goedkoper worden, dat de platformen goedkoper worden, dat het makkelijker aan elkaar te knopen is. Ja, de standaardisatie werkt voor nieuwe systemen, voor bestaande legacy systemen die al ergens staan. Die zijn niet ontworpen om op die manier te communiceren. Dus daar proberen we een vertaalslag in te maken dat we ook die kunnen koppelen aan het internet. Ja. Nou hebben we LoRa die gewoon met goedkope netwerken komt en ook met goedkope apparatuur. Zie je dat die apparatuur ook goedkoper is dan die zware industriële apparatuur die je altijd gewend bent? En dat het batterijleven ook wat minder extreem is?
Ja, dat zijn de voordelen. Het apparaat zelf is wat goedkoper, maar je kunt langer mee met de batterij. Dus voor toepassingen waarbij je geen gebruik kan maken van netstroom, daar past het heel mooi. Want dan gaat uiteindelijk ook de running cost naar beneden, omdat die batterij niet hoeft te vervangen te hoeft te worden. Hoe zie je nou in de komende 10 jaar het aantal devices bij jouw bedrijf groeien? Van 122.000 over 10 jaar, hoeveel heb je er dan onder management? 150.000, dan we hebben het doel om te verdubbelen. En dus, over hoe lange tijd? Nou, over 2 jaar denk ik dat wij een verdubbeling hebben. Okay. En dus van 13 jaar naar 120 en dan ga je nu verdubbelen. En dan zeg maar, heb je er dan over miljoenen over 10 jaar? Miljoenen, dat zou heel goed kunnen. Heel goed kunnen, want deze markt groeit enorm, ja. Klopt, en als de dingen gestandardiseerd zijn, dan kun je daar exponentieel in groeien, zolang je platform daar klaar voor is. Okay. En dat is ook een platform. Wat kost nou het managen van een device per maand? Ja. Aan de goedkoopste kant, bij de metering? En als je kijkt naar een smart meter, 1 euro per maand is mogelijk. Oké, okay. En als je een mooi gemaal hebt, zeg maar, waar honderden devices bij elkaar gemanaged moeten worden over zo'n platform, als dat van jou? Ja, dan wordt de data verhoogd, complexiteit van die aansluiting is hoger, dan ga je toe naar rond 25 euro per maand. Rond de 25 euro per maand. Oh, nou, dus dat is echt ook, dat kost ook niet zoveel. Ben je nou tegenwoordig een systeemoplosser of ben jij nu een softwareplatform aan het worden? Wij zijn steeds meer een softwareplatform aan het worden en werken met partners die gebruik maken van ons softwareplatform. Oké, I-Riel, iemand die er al heel lang in zit. Dankjewel. Het leuke van die markt is dat alles nu transparanter gaan worden. En normaal moet je altijd enorm lullen met zo'n bedrijf. En dan moet je allemaal adviezen hebben en toestanden. Maar hier is het heel simpel. 25 sensoren. De hardware kost 500 euro. Een gateway 300 euro. Connectivity voor een jaartje. En dan een cloud platform. En dan kost het nog 3000 euro om een app te maken. En 2500 om het allemaal in elkaar te schroeven. Dus 5000 euro eenmalig. En daarna gewoon 1500 euro per jaar om gewoon 25 sensoren in elkaar te hebben. En dat is het bedrijf Comgate. En Comgate, het is leuk dat jullie dit zo transparant neerzetten, want niemand doet dat. Hey, waar zitten jullie? We zitten in Nieuwegein en zijn daar nu sinds vorig jaar bezig. We zijn ontstaan vanuit een bedrijf dat heet Capestone, wat een hardware reseller is voor IoT, gateways en enablers voor het internet. Ja, ja. En vanuit daaruit zijn wij nu bezig om een IoT-bedrijf op te zetten. Heel mooi. Ik vind het echt, dit is heel mooi. En die 25 sensoren, wat voor sensoren moet ik aan denken? Ja, dat kunnen hele verschillende sensoren zijn. Dat kunnen temperatuur of gewicht of warmte of bewegingssensoren. Ja. Het is helemaal afhankelijk van wat het probleem is. We zeggen altijd, het gaat om het probleem en dan zoeken wij de oplossing daarbij. Ja. Maar in ieder geval, die sensoren die kosten dus ook niet zoveel meer. En eigenlijk die consultancy voor 2.500 euro. Dus in een paar dagen heb je eigenlijk gewoon zo'n oplossing elkaar geknoopt. En dan, waarom moet ik nog een app ontwikkelen? Want jullie hebben toch al een hele hoop apps? Of is dat eigenlijk maar een rapportage of zo die speciaal op maat gemaakt wordt? Nou precies, het is afhankelijk van het type oplossing wat je zoekt als bedrijf. En elk bedrijf is anders, dus ook de output is anders. Maar wij hebben een platform, een softwareplatform, wat ervoor zorgt dat je eigenlijk gestandardiseerd dat kan gaan aanleveren naar die app. En dat kan binnen. Het is niet een mobiele site, het is echt een app die echt in de App Store kan verdwijnen. Dat kan. Ja, kan. Je kan. Maar je maakt het gewoon makkelijk en behapbare blokken. Noem eens een voorbeeld van een bedrijf wat jullie oplossing al heeft. Wij werken bijvoorbeeld met een bedrijf die in de zonnepanelen zitten. Of een bedrijf wat in de scheepvaart zit. Ja. Dus die zonnepanelen, wat doen die nou met die sensoren en wat doen die dan met de rapportage? Die hebben dan zelf sensoren in de vorm van... meten van zonnepanelen, ja. Jullie zorgen dat gewoon netjes in een appje bij de klant terechtkomt. Ja, precies. Dat hij een mooie output heeft in een website. Kijk, nou, het is toch een mooi voorbeeld. Het is toch helemaal niet zo ingewikkeld, simpel. Allemaal gewoon aan het werk met dit soort projecten. Bosch is natuurlijk een grote speler op het gebied van industriële automatisering. Zit in de automobielwereld, energiesector en dat soort dingen. Maar ze doen ook allemaal dingen met sensoren en Internet of Things. En wat hebben wij hier? Dit is een parkeersensor. Die wordt dus op de parkeerplaats geplakt. En die kan dan registreren dat er een voertuig staat of niet. Deze informatie wordt doorgestuurd via een gateway naar een back-end software, waar bestuurders dan kunnen zien waar de beschikbare parkeerplaatsen zijn. Oké, dus hier moeten we er gewoon een paar miljoen van neerleggen op die parkeerplaatsen in Nederland en dan kan dat gewoon gemanaged worden. Ja. En je verkoopt dus niet deze sensor, je verkoopt gewoon dit ding gewoon compleet gemanaged per sensor per maand. We verkopen dat inderdaad als een service. Dus je betaalt eigenlijk gewoon voor het gebruik van die sensor. Als die kapot gaat, wordt die eigenlijk gewoon compleet door ons vervangen. En wat voor een communicatietechniek wordt hier gebruikt? Hier wordt gebruik gemaakt van LoRa. Dus de sensor stuurt via LoRa deze informatie door aan de gateway.
En vandaar gaat het naar het internet eigenlijk. Ja, ja. En die prijs is ook inclusief installatie of is dat dan weer apart? Dat is wel inclusief. Dat kunnen we dan apart nog voorzien. Ja. Ik bedoel, dat is een aparte kost. Oké. Okay. Ja. En dan wat van orde, als ik 100.000 parkeerplaatsen in een stad neerzet, wat van orde van grootte moet ik dan denken in per parkeerplaats per maand met dat soort aantallen? Dat is moeilijk te zeggen. Het is heel echt afhankelijk van. Ja, maar beneden grens en boven grens ongeveer. Ja, moeilijk te zeggen. Tussen de 0 en de 10 euro per maand? Ongeveer, ja. Ik kan er eigenlijk geen prijs op plakken momenteel. Ja, nou, die dingen die zijn gewoon een paar tientjes, die sensoren. En de doel moet eigenlijk gewoon 1 of 2 euro per maand zijn. Maar leuk dat jullie er nu mee bezig zijn. Is dit een werkend device? Zijn er al? Of is het gewoon meer een dummy? Het wordt momenteel al toegepast in Stuttgart. Daar is een project langs de metrolijn in Park & Ride parkeerplaatsen. Waar de gebruikers van het openbaar vervoer dan kunnen zien waar er vrije parkeerplaatsen zijn. En dus ondertussen ook kunnen gebruik maken van het openbaar vervoer. Een leuke LoRa-toepassing. Dankjewel. En in België hebben we hier CloudGate. Die maken allerlei leuke gateways om al die Internet of Things lekker op het internet te krijgen. En CloudGate is een gateway waarmee al die Zigbee-devices, Bluetooth-devices, LoRa-devices, die kunnen hier ontvangen worden. En die kunnen hier via 3G of 4G weer naar buiten gegaan. En het is al gewoon LoRa-compatible uit België. Kijk, dit doet het hart sneller kloppen. Gewoon een kaars met een paar sensoren, CO-gehalte, de temperatuur, de batterij wordt gemeten, een bordje met een simkaartje erin. LoRa komt er nog aan en nog wat andere sensoren. En dat staat helemaal los van elkaar. En natuurlijk op het laptopje kun je dan gewoon de temperatuur zien, het O2-gehalte, de humidity, CO-batterij en de batterij die is zo leeg als een pier. Bertiel Boer van Q&H. Q&H klinkt als een heel internationaal bedrijf. Maar is het niet. Nee. Waar zijn jullie? Een Nederlands bedrijf. Hoeveel mensen? 500 mensen. Ja. En jullie doen allemaal ICT, consultancy, maar je bent nu even bezig met de Internet of Things. Wat leuk, heb je leuk aan elkaar geschroefd. Wat is de bedoeling daarvan? Om mensen een beetje bewust te maken dat het heel erg makkelijk is tegenwoordig. Je koopt inderdaad voor een paar tientjes de sensoren. Je knoopt ze aan de cloud. Ja. Je stuurt de data door en je kan de data visualiseren heel makkelijk. Ja. Wat doen jullie voor dienstverlening in Q&H? Eigenlijk, we hebben het nu over de unit Business Analytics. Wij doen eigenlijk alles met data. Dat ding genereert natuurlijk heel erg veel data. Ja. Nou, we hebben hele slimme mensen in dienst die hele mooie algoritmes maken. Die ook dingen gaan voorspellen met die data. Ja. Dus wanneer ga je maak je ook zelf platform of gebruik je gewoon platform van anderen? We gebruiken platform van Microsoft, voornamelijk. Ja, die hebben natuurlijk een kant-en-klaar platform om die sensordata op te vangen, secure. De data op te slaan in gewoon een database of een Hadoop cluster of noem maar op. En hoe heet dat platform? Microsoft Azure. Azure, Azure. Oh, ik dacht dat Azure meer gewoon een hostingdienst was. Maar er zit ook softwareplatformen bij om bijvoorbeeld sensoren uit te zoeken. Er zitten allemaal blokjes. Voor mij heb je net ook met blokjes gespeeld. Daar zitten ook allerlei blokjes in die aan elkaar knoopt om het in het groot te doen. Om gigantische hoeveelheden data. Nou, hartstikke mooi. Ik vind het in ieder geval erg leuk om naar te kijken. Dankjewel. En natuurlijk is Microsoft nooit ver weg. René van Doornmolen. Azure. Daar kun je, ik dacht dat alleen maar servers waren en harde schijven en misschien wat databases of zo. Maar jullie hebben ook een sensorenplatform in Azure zitten? Azure? Ja, nou niet zozeer sensoren zelf, maar wel. Nee, uitlezing, een platform uitlezing, om het te platform om data uit sensoren te ontvangen, op te slaan, te analyseren, visualiseren, intelligente acties aan te koppelen. Ja. Okay, als ik gewoon in de cloud zit bij jou, dan is dat aanklikken en dan hup, heb je zo'n platform tot beschikking. Ja, aanklikken, configureren, security instellen, welke devices mogen data ontvangen. En dan kun je bepalen, wat ga ik er vervolgens mee doen? Okay, dat had ik niet meteen verwacht. Wat voor andere dingen zitten er nog meer in Azure die ik eigenlijk niet meteen zou verwachten? Stream analyse, zodat je die data die binnenkomt kunt bekijken. Van, hey, ik wil dat elke vijfde auto die langskomt, dat er iets gebeurt. De temperatuur waar die overschreven wordt, dat daar iets mee gebeurt. Andere functionaliteit is data lake, dat je zegt, ik wil gewoon al die data bewaren. Eigenlijk onbeperkte storage, gestructureerd, ongestructureerde data. Machine learning zit daarin. Dus eigenlijk dat je die data ook langere tijd gaat bekijken en gaat kijken, vind ik bepaalde verbanden. Om bijvoorbeeld te kunnen voorspellen wanneer een machine gaat. En dan ook alle analytische tools die je nodig hebt om daar een beetje die big data analyse zit er ook al ja, in.
Ja, Hadoop. Leveren we bijvoorbeeld Hadoop services. Geen Microsoft product, maar dat lever je gewoon? Dat leveren we, ja. Dus we doen eigenlijk steeds meer open source ook in de cloud. Dus zijn er honderden blokjes die je eigenlijk gewoon in die cloud gewoon kunt gebruiken. En dat betaal je dan gewoon per maand, per dit. Nou, de sensoren, hoe beprijzen jullie dat? Beprijs je dat per sensor per maand? Nee, we hebben twee modellen eigenlijk. Eén is de Event Hub, waarmee je berichten ontvangt. Ja. En die dat betaal je per miljoen berichten die binnenkomen x cent. Ja. En ander model is, je zegt, we maken meer gebruik van een hele suite van oplossingen. Waarmee we end-to-end IoT oplossingen kunnen realiseren. En dan betaal je een wat hoger bedrag per maand. Waar je eigenlijk alle diensten in één keer voor aanschaft. Ja, ja. Maar berichten, je betaalt voor berichten. Maar een paar centen per miljoen berichten. Dus dat is mooi. Dankjewel, René. Dat wist ik niet, dat Microsoft hier ook weer zat. Blijkt dat René een enorme leuke sensorenbak heeft. Wat is dat? Tesla Model S. Ja. Ik ben heel jaloers, want die van hem die rijdt gewoon autonomous. En met één druk op de knop blijft hij gewoon lekker op de snelweg doorrijden en heb je nergens. Gebruik je dat wel eens, René? Bijna elke dag. Bijna altijd. Bijna altijd. Bijna als het enigszins. Wanneer gebruik je het? Op de snelweg, in files, behalve in de bouwde kom, dan gebruik ik het niet. Maar daarbuiten doe ik het eigenlijk, staat hij eigenlijk altijd aan. Ja, ja. Zou je nou weer terug kunnen? Ik heb van de week was hier voor onderhoud en heb ik even een andere auto meegekregen. Een hele mooie auto, ja. Maar ik zat, hij doet het niet. Wacht even, ik moet het zelf doen. Ik moet het zelf doen, dat weet je gewoon. Ik ben naar Groningen gereden, ik was helemaal aan gewend. Dus ja, dat is nou leuk IoT. Connected car en gewoon slimme dingen doen en voorlopig even niet sturen. Nou, er waren ook hele mooie presentaties hier de hele dag. Echt hele leuke presentaties. Nu over de robotisering van het publiek. Ik vond het evenement echt heel leuk. Media Plaza was weer een toplocatie. Die Internet of Things, je ziet te weinig praktische voorbeelden. Maar ik zag hier toch al wat innovatie. Volgend jaar weer veel meer. En dan ben ik er weer.